Danny, hoe kijk je terug op afgelopen week? Ja, uiteraard met een goed gevoel, omdat we gingen naar Sittard om 3 punten te halen en die hebben we gepakt. En dan hebben we weer een korte week naar de volgende wedstrijd. Dus zondag hebben die jongens vrij gehad. Maandag hebben we Fortuna nog nabesproken en een aantal andere jongens extra getraind. En ja, vanaf dinsdag de volledige focus op de wedstrijd van vrijdag tegen Zwolle. Hoe staat de selectie ervoor? Nou, op zich goed. Geen blessures opgelopen bij Fortuna. Thomas komt terug van zijn schorsing. En alleen Michael en Damiel zijn er morgen nog niet bij. En van alle anderen verwacht ik dat ze volledig inzetbaar zijn of in ieder geval gedeeltelijk. Jullie hebben dan Fortuna nabesproken. Wat was het overal, het gevoel over het algemeen over de wedstrijd? Nou, het is heel simpel. Als je uit met 1-4 wint, dan is het gevoel goed. Want dan heb je ook een hoop dingen goed gedaan, anders win je niet zomaar met 1-4. Daarnaast hebben we ook een aantal dingen minder gedaan. Of wat wij beter kunnen doen of beter moeten willen doen. Die hebben we met elkaar besproken. En daar gaan we continu zijn we daarmee aan de slag om naar een hoger niveau te groeien en op een hoger niveau te komen om nog vaker wedstrijden te winnen. Ja, wat weet je van tegenstander PEC Zwolle? Ja, wat ik weet is dat ze natuurlijk sinds 2 weken geleden een andere trainer hebben. Dat ze daardoor ook anders zijn gaan spelen dan hoe ze dat daarvoor hebben gedaan. Dat is misschien ook wel logisch, omdat eigenlijk elke trainer heeft zijn eigen visie op voetbal. Iedereen heeft over het algemeen zijn eigen visie op voetbal. Dus dat is afwachten hoe ze morgen voor de dag komen. Het belangrijkste voor ons is dat we vooral ook van eigen kracht moeten uitgaan. Dat hebben we de laatste weken laten zien dat wij in staat zijn om wedstrijden te winnen. Om grote delen van een wedstrijd de bovenliggende partij te zijn. En dat zullen we naar een hoger niveau moeten zien te krijgen. En daarnaast hebben we wel een verwachting van hoe PEC Zwolle het wil gaan doen. Of welke spelers te gaan spelen met hun individuele kwaliteiten. Alleen dat zal morgen moeten blijken of dat zo is. Het belangrijkste is dat wij met dezelfde agressie, instelling, deze wedstrijd spelen zoals we de afgelopen weken ook aan het spelen zijn. En je kan heel veel praten in voetbal over tactiek en etcetera, maar het begint ook bij een bepaalde wedstrijdinstelling en daarna gaan die andere dingen pas het verschil maken. Dus we moeten zorgen dat dat morgen er is. En daar ben ik ook heel benieuwd naar, want tot nu toe in onze thuiswedstrijden kwam die beleving en gezonde agressie mogelijk ook wel door de enorme support die wij in onze thuiswedstrijden hadden van het publiek. En met name op de zetzijde. En dat is er morgen niet. Dus het zal morgen ook wederom vanuit het team zelf moeten komen. Dat hebben we de laatste weken prima gedaan. Alles eraan doen dat dat morgen weer zo is.